Jos, we staan hier in een historisch koude lente. Ja. Die zal zo de geschiedenis ingaan. Ja, ja. Maar we staan hier ook op een stukje geschiedenis. Want we staan hier op een heel eerbiedwaardige plek van de oude abdij. Van die oude abdij weten we veel minder dan ons lief is. Maar we hebben wel er een mooie 17e eeuwse afbeelding van. Toen was de abdij al verwoest, maar we nemen aan dat die man die dat geschilderd heeft, dat hij toch goed op de hoogte was. Ja. En wat we ook heel zeker weten uit archeologische opgravingen, is dat hier de oude abdijkerk was en hier op de plaats van dit kruis het oude hoofdaltaar. Ja, ja. En hieromheen zaten dus de monniken en die hebben hier eeuwenlang Gods lof gezongen. Eerst in een klein kerkje van Dirk de Eerste. En dat zie je daar, daar zie je de grafsteen van Floris de Eerste liggen. De relieken of het gebeente van Floris is nu in onze abdijkerk. Maar die steen die staat nu op de oude plaats. En later is dat kerkje uitgebreid tot een grote driedelige basiliek. En dat wordt mooi aangegeven door die beuken, die geven die beuken aan van de kerk. En hier in het midden was dus het altaar. En dan zou het zo fijn zijn, we hebben hier, we kunnen naar buiten wandelen en zien hoe het geweest is. Maar je zou het ook fijn zijn als er een maquette was van het hele klooster. En dat kun je op basis van deze gegevens, kun jij dat heel goed maken. Ja, ik geef je nu dat boek en ik hoop dat je aan de hand daarvan onze mooie maquette gaat leveren. We gaan heel het proberen. Heel veel succes ermee en zegen erover. Dank u wel. Jos. Thank you.
Oh.